Een spel van Frans Verbeek. Regie Ad Leupler. Ga u verlaten, moeder. Het is mijn tijd. Ach, Rudolf, ik kan je nog niet missen, jongen. Ik voel mijn krachten minderen. Ik heb nog een laatste verzoek. Laat ze het Larico van Händel op mijn begrafenis spelen. De Larico. Rudolf, opstaan, jongen. Je moet naar je werk. Ja. U gaat me toch niet vragen om op die ladder te klimmen, hè? Weet u wel hoe vaak ik op een dag de ladder op moet voor een paar schoenen? En dat met mijn slechte rug. Daar ben ik mee geboren, weet u. Er is niks aan te doen. Moet u mee leren leven, zeggen ze. Ja, ja. Ja, als u erop staat, wil ik wel een poging wagen, maar ik blijf liever beneden. Het is niet alleen mijn rug. Ik kan überhaupt heel weinig verdragen. Ik moet verschrikkelijk oppassen met wat ik doe. Als ik voorzichtig leef, dan gaat het nog wel, maar hé, hey, waar gaat u naartoe? Dame! Ben! U riep mij, meneer de Groot. Probeer je me gek te maken, Been, hè? Je schrikt me klonten af. Met je geouwe hoer over je zwakke gestel. Zal ik jou nou eens even zeggen wie er behalve jijzelf geïnteresseerd is in al die ziektes van jou? Hè? Niemand, Been, niemand, helemaal niemand. Dat is ongetwijfeld een schok voor je, maar het is niet anders. Bent u niet tevreden over me, meneer de Groot? Dan komt het wel op neer, ja. Draait u er maar niet omheen? Dat doe ik ook niet. Zegt u het maar, hoor. Ik ben niet tevreden over je! Je zit altijd dan even op die wc. Je leest in mijn tijd voor die enge en medische blaadjes. En dan staat hij voortdurend een of ander smerig brouwsel te pruttelen. Ja, maar die thee die geeft me de kracht om de dag door te komen. Hé, hey, wat doe jij? Weer of later? Het is tijd voor mijn neusdruppels, meneer de Groot. Niet als ik met je aan het praten ben. Driemaal daags, twee druppels. Kop dicht! Ik waarschuw je. Ik werk met een haat om een zaak draaiende te houden. Met deze handen heb ik. Met deze handen heb ik. Wat is er nou weer? Ach, zou u alsjeblieft niet willen roken. Sigarenrook heeft een hele slechte invloed op mijn luchtwegen, ziet u. Ik kan er absoluut niet tegen, meneer de Groot. Je bent ongelooflijk. Je bent nog erger dan een oud wijf. Je bent ontslagen. Oh, dat kunt u niet doen. Dan moet jij eens opletten of ik dat niet kan, hè? Vooruit, Been, verdwijn, voordat ik een ongeluk bega. Ja, brullen, dat is alles wat u kan. U heeft een hart van steen. Ik weet dat er niemand van u houdt. Hè? Hela, hallo. Die idioot stapt in een kast. Help, ik zie niets. Ik ben blind. Zeg eens eerlijk, moeder. Zie ik er niet vreselijk uit? Nonsens. Je bent Hollands welvaren. Kom alsjeblieft bij die spiegel vandaan. En wie heeft gezegd dat de radio aan mocht? Muziek heeft een kalmerende werking op me. Die moet hier gekalmeerd worden. Mag ik nog een bonbon, ma? Ik dacht dat die voor mij waren. Ach, jongen toch. Hoeveelste baantje was dit? Ik ben de tel kwijt. Ik denk dat ik je voortaan Blauwe Maandag Rudolf noem. Het spijt me heel erg. Wat moeten we nou met jou beginnen? Moeder? Waarom sterven alle mannen in onze familie zo jong?
Wat zeg je? Grootvader. Vader. Oom Nico, oom Frits, oom Henk. Geen van allen zijn ze oud geworden. Dat is toeval. Dat heeft niets te betekenen. Het wil helemaal niet zeggen dat jij ook... Ik bedoel het... Vaak word ik midden in de nacht wakker. Dan baad ik in het zweet. En dan denk ik dat mijn tijd gekomen is. Je bent nog veel te jong om al aan de dood te denken. Je moet dat van het leven zien te maken. Ha. Ik doe mijn best. Maar zonder uw hulp red ik het niet. U bent mijn steun en toeverlaat, moeder. Ik dacht al, wat duurt het lang... Ik ben uw enige zoon. Moeder. Moedertje van me. Oh, ik weet precies hoe het nu verder gaat. Jij belooft je leven te zullen beteren en ik vergeef je natuurlijk weer. Er verandert zo nooit iets, Rudolf Been. Maar wat je zegt is waar. Je bent alles wat ik heb. Oh, ik zou je niet willen missen. Ik ga eens aan het eten beginnen. Maak er niet te veel werk van, hoor. Na wat ik vandaag heb meegemaakt, heb ik geen trek. Alleen soep of zo. Wat vlees mag ook wel. En aardappelen. Doe er ook maar wat groenten bij. En een toetje. Een toetje toe. Dat glijdt altijd wel naar binnen. Mijn innige deelneming, mevrouw. Dank u wel, meneer de Groot. Ik wist niet dat hij er zo slecht aan toe was. Ik had hem een tweede kans moeten geven. Hij zei wel dat hij zich niet 100% voelde, maar dat zei hij zo vaak. Het is bijzonder tragisch. Jonge kerel. Gelukkig heeft hij niet lang hoeven lijden. Het ging allemaal heel snel. Moeder! Het is zover. Hoe is het met hem, dokter Jaap? Het is toch hopelijk niet echt zijn hart? U weet wel beter, mevrouw Been. Hij belazert de kluit nu al zo lang als ik hem ken. Laat u ons even alleen. Soms hapt hij naar lucht als hij de trap op komt. Ik doe de deur dicht. Wees wel aardig tegen hem. Lekker gevoel zeker, hè? Maar altijd midden in de nacht mijn bed uit laten halen. Kom op. Geen geintjes. Je hoeft het niet mooier te maken dan het al is. Het is goed mis met me. Ken je die van die 100-jarige hypochonder? Oh. Een 100-jarige hypochonder ligt op zijn sterfbed en zijn laatste woorden zijn... Ik heb altijd al gezegd dat ik het niet lang zou maken. Dat had je dus al verteld. Zeg nou maar hoe erger ik er aan toe ben. Je markeert totaal niets. Je bent gewoon een vervelende zeikert. Au! Wat ben je? Een vervelende zeikert. Mooi. Wat schrijf je me voor, Jaap? Van mij krijg je niets meer. Nou ja, moet je dat nou toch zien? Ben je voor jezelf begonnen? Dit is geen huisapotheek, dit is een farmaceutische industrie. Dat heb ik allemaal nodig. Blijf van mijn spullen af. Het eerste dat je morgenochtend doet, is deze rotzooi weggooien. Begrepen, hè? Die groene capsules die je me laatst gegeven hebt, die hielpen fantastisch. Groen, blauw, geel, het is voorbij. Finito. Geef me nou iets. Dan kan ik weer even tegen, ja? Nee, nee, nee. Deze keer houd ik voet bij stuk. Ik ben vaak duizelig. Had ik dat al gezegd? Je weegt te veel. Er moet minstens 10 kilo af. 15. En zeg niet dat je zware botten hebt. Lekker eten is het enige dat me nog overeind houdt. Kijk hem daar nou toch liggen. Met dat onschuldige, blote, billige gezicht en die onderkinnen. Die vette, grijpgrage vingertjes. Wow. Een adem waar je een olifant mee kan vellen.
Ik weet dat je het niet meent allemaal. Dat woont maar bij zijn oude moeder thuis. Dat heeft me toch een luize leventje. Wees een man. Aanvaard je verantwoordelijkheden. Een behoorlijke baan, een gezin, een hypotheek. Waarom jij niet en een ander wel? Ik krijg geen adem meer. Daar liep de dokter mooi niet in. Ruik die koffie, mevrouw B. Oké, jij wint. Het zal me niet gebeuren dat uitgerekend jou iets overkomt. Jee, wat is er aan de hand? Mevrouw Been, een plastic zak als u die heeft. Ja, komt eraan. Mevrouw Been. Ja, komt er aan. Uw zoon is een waardeloze nietsnut. Nee, omdat u niet te hard. Komt er volgens u dan nog iets van hem terecht? Ja, vast wel. Hij is geen slechte jongen. Hij is een laatbloeier. Een wat? Nou ja, dat is moederliefde, zullen we maar zeggen. Hier, houd deze zak voor je gezicht. Rustig in- en uitademen. Lukt je dat, denk je? Zeg, doe wat je gezegd wordt, Rudolf. Je kan tevreden zijn. Ik schrijf je iets voor. Dank je wel, dokter Jaap. Haal jij die grijns van je gezicht, of doe ik het? Lef hebt u, meneer B. Hoe zich hier nog durft te vertonen, ik zal u nog eens aan een baantje helpen. Juffrouw Zeeman, ik doe een dringend beroep op u. Ja, ik verdien het niet, ik ben de eerste die het moet toegeven. Maar ach, helpt u me nog één keertje maar. U hebt zoveel connecties. Waarom zou ik de moeite doen? Loopt toch weer op niets uit. Het zit me niet mee. Ik doe wat in mijn vermogen ligt. Maar het lukt me niet meer in deze harde maatschappij staande te houden. U knoeit op mijn papieren. Wilt u dat niet doen? En bewaar uw kletspraatjes maar voor een ander. Ik slik ze niet meer. Ik heb besloten uw zaak over te dragen aan een collega van mij. Met ingang van vandaag. Kan ik het ooit nog weer goed maken, juffrouw Zeeman? Niet hier, handen thuis. Wat wordt het? Uw flat of de mijne? Mijn moeder heeft haar bingo aan. Hou daar onmiddellijk mee op. U verdient straf. Straf! U bedoelt onthouding. Maar dat treft u alleen maar uzelf mee. Verdorie. Ik denk twee keer dezelfde zin. Dat komt er nou van. Ja. Laat u me niet met rust. Het dwingt me enorm op, als u zich opvindt, weet u. Huh? Oh mijn god, wat wilt u toch van me, meneer Been? Ik sloop me voor u uit en wat krijg ik op mijn boterham? Een tierende schoenenboer. Gisteren zat hij hier, op dezelfde stoel. Ja, die te groot, dat is een slavendrijver. Alleen de zweep ontbrak nog. Hij heeft me fysiek gebroken. Is u aan te zien, ja. Wanneer... Hebt u zich trouwens voor het laatst verschoond? Als ik vragen mag. Oh, bedankt. Denkt u wel eens aan uw toekomst? Vraagt u zich ooit af wat u later worden wil? Ik heb mijn bestemming nog niet gevonden. Iets in de muziek, dat zou me heel gelukkig maken. Nee zeg, u droomt toch niet nog steeds van een carrière als internationaal beroemd dirigent? Huh? Nee, ik ken mijn beperkingen. Mijn gezondheid zou een zo vereisende functie nooit kunnen verdragen. De grote liefde die ik voor de muziek koester, die moet helaas in andere banen worden geleid. Had u het niet alles bij een muziekbibliotheek geprobeerd? Oh, die episode, dat was een ware uitputtingsslag voor mij, juffrouw Zeeman. Ik moest zware partituren sjouwen. En er werd van me verwacht dat ik onregelmatige diensten... Ja, kijk, zit erop, meneer B. Maar juffrouw Zeeman, wat een koelheid ineens. Ah, we zitten zo knus bij elkaar en ik heb u nog zoveel te vertellen. Ja, het spijt me, maar als ik u uw gang liet gaan, dan zit u hier over een uur nog. En dan heb ik over ziektes gehoord waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En daar bedank ik voor. Maar u laat me toch niet zonder hoop weggaan?
Beloof me nou dat u uw best voor me zal blijven doen. Kijk aan, mijn geduld is op. We zullen elkaar niet weer zien. Betekent dat dat we ook niet meer met elkaar naar bed zullen gaan? Dat gaat u, alstublieft. Maar het kan toch niet voorgoed voorbij zijn tussen ons? Eruit! Zeeman. Zeeman. Wat ben je toch mooi zonder strenge knoet en dito mantelpak. Waarom heb je die plaat opgezet, Beer? Je bent de liefste maatschappelijke werkster die ik ooit gehad heb. De plaat is zat, maar jij moet natuurlijk weer zoiets uitzoeken. Ben ik je liefste, kneusje? Zorg ervoor dat je nooit emotioneel betrokken raakt bij je cliënten. Vertelde ze me op de opleiding. Ik nam ook heilig voor om dat niet te doen. Je bent alles voor me. Je helende gaven zijn wonderbaarlijk. Als mijn chef erachter komt, dan kan ik het verder wel vergeten. Dit is de laatste keer dat ik je bij me thuis ontvang. Ik wil geen risico lopen. De muren hebben oren. Sst. Moet je horen? Die muziek. Oh, dat snijdt toch dwars door je ziel. Zo mooi. Als kind was ik vaak ziek thuis van school. Dan lag ik in mijn warme bed. Luisterde naar de koffergrammofoon. Mijn lieve moeder was uit werk. En ik las alleen op de wereld. Kracht en mannelijkheid zijn de eigenschappen die ik in een minnaar zoek, Been. Geen sentimentaliteit. Nee, neem me niet kwalijk. Ja, en veeg geen snot. Laat mijn lakens alvast even kan. Oei, was jij dat? Waar ben ik hier ooit aan begonnen? Het is volstrekte waanzin. Je bent een beest. Nee, je bent stapel op me. Daarom, als je me een paar dagen niet gezien hebt, dan ben je ziek van verlangen, hè? Wat een zelfoverschatting. Het is natuurlijk zo. Jij bent fantastisch in bed. Ondanks al die plooien, die krabben. Oh, brandt vuur in dat logge lijf. Als ik je op de juiste manier aanpak. Oh, Annette! Dan kun je verrassend lenige viriel uit de bus komen. Ik zal nooit meer op iemands uiterlijk afgaan. Het bedrijven van de liefde is het enige dat me nog overeind houdt. Hou je mond, Been. Ik verlang actie. Ja. Bezorg me een plezierige middag. Ik zal zien wat ik voor je kan doen. Dag, mevrouw. Ik heb goed nieuws voor u. Ik bied u voor een zacht prijsje onze moderne muziekencyclopedie aan. U komt daarmee in het bezit van een schat aan waardevolle informatie voor het hele gezin. De muziekgeschiedenis door de eeuwen heen. Dank u wel, mevrouw. Mag ik hier op het stoepje sterven van de kou? Je had op je vingers kunnen natellen dat hij het niet lang vol zou houden, kind. Het vriest nota bene. En daarom hebt u maar zo'n encyclopedie van hem gekocht. Dat was stom, ja. Maar ik kon niet anders. Hij heeft het weer voor elkaar gekregen, ons alle Rudolf. U was zijn eerste en zijn laatste klant. Hij heeft zijn eigen record gebroken. Binnen één etmaal heeft hij een baantje aangenomen en er ook weer de brui aan gegeven. 13 dikke delen. Wat moet ik ermee? Ik weet niet meer wat ik met hem aan moet, Annette. Ik mag toch wel Annette zeggen, hè? Binnenkort wordt hij 36 en hij heeft nog niets van zijn leven gemaakt. Is het wel eens bij u opgekomen, mevrouw Been, dat hij gewoon verschrikkelijk lui is? Hij maakt het zich makkelijk. U heeft altijd voor hem klaargestaan. Ik moest wel. Ik was al vroeg weduwe. Maar hij kan er toch op zijn minst voor zorgen dat u er nu op uw leeftijd niet meer op uit hoeft om andermans huizen schoon te houden. We hebben het geld anders hard nodig met wat hij allemaal opeet. Zo, roer eens in die soep, kind, wil je? Ik moet zijn kruik vullen.
deze manier wordt hij nooit zelfstandig. U moet hem loslaten. Laat hem zijn eigen flatje huren. Daar is hij nog niet aan toe. Moeder! Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik heb hoop. Sinds hij jou kent, is hij erg veranderd. Jij hebt een hele goede invloed op hem. Ik merk het aan alles. Hij is niet meer zo lusteloos. En hij verzorgt zichzelf ook veel beter. Beter dan wat? Hij boft maar, hoor, met een vriendin zoals jij. Je hebt gestudeerd. Je hebt een goede baan. Je hoeft niet te kleuren. Ik weet al lang dat jullie iets hebben samen. Ik ben niet van gisteren, maar ik ben er heel blij mee, hoor. Probeert u me iets te vertellen, mevrouw Beer? Je hebt helemaal gelijk, kind. Het wordt hoog tijd dat een ander mijn taak overneemt. Waarom kijkt u mij zo aan? Ben ik die ander soms? Nee, niet lachen. Bij jou weet ik dat hij in goede handen is. U bent toch serieus ook? Na al die jaren van zwoegen heb ik wel wat rust verdiend. Ik ben op. Wat zeg je ervan? Ziet u mijn lippen? Nooit. Je bent een koude tante, jij. Dat zoontje van u, dat is een tiran. Hij zet de mensen volledig naar zijn hand. Ik dank hem feestelijk voor om zijn koelie te worden. En nou moet ik gaan. Wel de lusten, maar niet de lasten, hè? Ik ken jouw soort. Je hebt mijn baby misbruikt. Vergeet maar wat ik gezegd heb. Ik blijf al zelf voor hem zorgen tot ik erbij neerval. Moet u doen. Moeder, kunt u mijn voeten masseren? Ik kom eraan, mijn jongen. Doe het toch. Wat doet u nou? Ik geloof niet dat uw invalide wagen berekend is op iemand van uw gewicht. U moet gewoon mee kracht zetten, dat is alles. Nou, zijn we er al? Bijna. Hier. Hier zou u komen te liggen. Bevalt het u? Oh ja. Zeker wel. Ja, dat is heel aardig. En wanneer mogen we u verwachten? Zeer spoedig. De pijn wordt ondraaglijk. Het kan nu echt niet lang meer duren. Fijn, dan weet ik waar ik aan toe ben. Hebben ze u al officieel opgegeven? Ach, hoe gaat dat met dokters? Ze zullen nooit open kaart spelen. Maar als er iemand is die dit gehavende lichaam kent, nou, dan ben ik het wel. Mooi zo. Het is heel verstandig van u dat u zelf nog alles regelt. Dat is altijd beter dan dat je het aan de nabestaanden overlaat. Mag ik u een plakje cake aanbieden? Huh? Oh nee. Nee, dank u wel. U kunt er verzekerd van zijn dat het een mooie begrafenis wordt. De inzet van mijn medewerkers is groot. Ik ben pas begonnen hier en heb een boel plannen. Oh, wat heerlijk om de toekomst nog zo voor je te hebben. Zijn we depressief? Ach, het heeft er nooit in gezeten dat ik mijn AOW zou halen. Ik maak deel uit van een hele zwakke familielijn. Oh, op die manier. En laat u een vrouw en kinderen achter? Nee, daar ben ik nooit aan toegekomen. Het leven van alle dag vergt al zoveel energie van me. Daar moet u een andere keer maar eens alles over vertellen. Ja. Nou, die omgeving, ja, die trekt me wel. Ik denk dat ik hier eindelijk de rust zal vinden waar ik zo lang naar gezocht heb. Erg aardig dat u dat zegt. Nou, zullen we dan maar weer? Dan laat ik u onze koffiekamer even zien. Ja, en we moeten het ook nog over de muziek hebben. Als het zover is, moet het een onvergetelijke dag voor u worden. Dat wilt u vast wel anders formuleren. Hé, verdomde kraaien. Ze voelen dat je doodgaat. Hier. Ja, wilt u geen cake naar ze gooien? Dan komen ze zeker op u af.
Geef eens antwoord. Vandaag hoef je niet op een baan uit. Je bent jarig. Ik breng je ontbijt op bed, jongen. Nog vele jaren, hoor. Wat? Wat is er met je, Rudolf? Zeg toch iets. Oh, hemel, laat het niet waar zijn. Hallo, moeder. Wat heeft dit te betekenen? Wat moeten al die brandende kaarsen hier? Waarom lig je met je schoenen aan op bed? We moeten afscheid nemen. In dit pak wil ik graag begraafd worden. Mijn testament ligt op het nachtkastje. Nu ben je toch echt te ver gegaan, Rudolf Been. Kom er onmiddellijk uit, hoor je me? Zet die oogkleppen toch af, moeder. Dood gaan we allemaal. Je kan het niet voor je uitschuiven. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Ik kan het niet langer aan. Ik ga kapot. Nou, u doet me pijn, hoor. Mij doet het nog veel meer pijn, maar het moet gebeuren. Ik zet je mijn huis uit. Je komt er niet meer in. Ik laat vandaag nog een ander slot op de voordeur zetten. Je hebt het helemaal aan jezelf te danken. Vooruit. Ik wou dat u het eindelijk eens begreep. Ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan. Dan komt er tenminste een eind aan mijn lijden. Vooruit. Nou. Dan ga je. En niet tot ziens. Moeder. Moeder. Mijn pillen en mijn poeiers. Ik kan niet zonder. Ik weet dat ik geen gemakkelijke geweest ben. Ik vraag om vergiffenis. Op mijn knieën. Als ik die zou kunnen buigen. En dit kunt u me niet aandoen. Lieve moeder. Geen moedertje. Nee maar. Als dat mijn oude vriend Benit is. Hoe is het ermee, kerel? Goeiedag, meneer de Groot. Nog altijd last van aanbijen en bronchitis. Galstenen en eczeem, hooikoorts, steenpuisten, vallende ziekte. U spot met mij. Allergieën en open benen, geheugenstoornissen en mazelen, malaria, netelroos, baby. Vandaag ben ik 36 geworden. Op mijn 36e verjaardag ging mijn oude heer de pijp uit. Wat wil dat zeggen? Oh. Ik lig op het harde asfalt. Geschept door een glanzende begrafenisauto. Een mooier eind had ik me niet kunnen wensen. De dood. De dood komt me halen. Ik zie een lange, zwarte jas. De dood buigt over me heen en zegt... U moet ik net hebben. Ik dacht u bij ons te zullen begraven. Maar u blijkt dus springlevend te zijn. Gaat je, Klandizie? U heeft me niet geraakt. Er is me nog wat tijd gegund op deze aarde. Hoe komt u trouwens aan deze schitterende lijkwagen? Hij is werkelijk prachtig. Hiervoor heb ik bij een uitvaartcentrum gewerkt. Toen ik daar wegging, kon ik hem overnemen. Oud model, snapt u? Pas op voor die fietser! Hester! Ik heb de dood in. En Andy voor de muziek zorgt, heeft vandaag ontslag genomen. Hij gaat voor een crematorium werken waar ze meer betalen. Waar kan ik u afzetten? Gaat u naar de begraafplaats? Hm? Misschien dat ik zover met u mee mag rijden. Dan kunnen we onderweg nog gezellig wat babbelen. Waarover wou u babbelen? Over muziek. Daar weet ik namelijk alles van.
Ik ben precies degene die u nodig hebt. We zijn nogal zeker van onszelf, niet? 12 ambachten en 13 ongelukken. Dat was lange tijd op mij van toepassing. Maar nu niet meer. Ik voel het. Waarheen, waarvoor? Wat? Wie zingt dat waarheen, waarvoor? Mieke Telkamp. Onze eigen Verelin. Jesus blijft mijn freude. Werd gecomponeerd door... Bach. Johann Sebastian Bach. Kan niet missen. Neemt u me aan? We zullen zien, we zullen zien. U zult er geen spijt van krijgen. Ja hoor, daar zit hij. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik moest het even met eigen ogen aanschouwen. Wat moet je? Ik ben aan mijn werk. Hoe lang al? 2 maanden of zoiets? Het is niet te geloven. Je hebt het ook wel getroffen. Deze ambiance is geknipt voor jou. Ik ben de discjockey van de doden. Ik draai een laatste verzoek. Een verantwoordelijke baan. Ik ben een ander mens, Jaap. Ik moet toegeven dat je er voor jouw doen fris uitziet. Ben je in het bad geweest? Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb een vast inkomen nu. Ik zorg voor mijn moeder. En ze hoeft niet meer te werken. Maar je woont nog altijd bij haar in. Ah, dat is alleen maar voor de gezelligheid. Ze loopt zich nog altijd haar benen uit haar lijf voor je. Mm-hmm. Ik wist wel dat ze niet zou doorzetten. En hoe is het met de dame van het maatschappelijk? Uitstekend. Ik ben laatst nog bij haar langs geweest. We moesten nog even wat bijwerken, wat gegevens voor mijn dossier. Ho, noemen jullie dat zo? Weet je, je persoonlijkheid is me een gruwel. Maar tegelijkertijd fascineert het me hoe het je iedere keer weer lukt aan het langste eind te trekken. Je bent niks veranderd sinds je mijn kleine, dikke buurjongetje was. Je vergist je. Ik voel me kip lekker tegenwoordig. Ik heb jou niet meer nodig. Zeg dat nog eens. Ik ben heel fit. Mij zie je niet meer op het spreekuur. Ik heb helemaal geen klachten meer. Nou ja, behalve dan... Nou, knijp me niet. Altijd doe je dat. Nee, kijk, als ik zo doe, dan heb ik hier pijn. Dat is toch niks ernstigs, hè? Auw, en laat dat. En nu je toch bent, kun je best even naar mijn oren kijken. Ze suizen de laatste tijd zo. Blijf nou van me af, Jaap. Het is weer flink mis met mijn stoelgang, trouwens. Nou, Jaap. Auw, die oren. Auw. In Het Laatste Verzoek, een spel van Frans Verbeek, werd Rudolf Been gespeeld door Hans Otjes en zijn moeder door Elsje Scherjon. Gerry Mantel speelde Annette Zeeman, Frans Kokshoorn dokter Jaap, Jan Borkes meneer de Groot en de beheerster van de begraafplaats werd gespeeld door Corrie van der Linden. De regie had Ad Leupler. En ik las alleen op de wereld. Kracht en mannelijkheid zijn de eigenschappen die ik in een minnaar zoek, Been. Geen sentimentaliteit. Nee, neem me niet kwalijk. Ja, en veeg geen snot aan mijn lakens af als het even kan. Oei, was jij dat? Waar ben ik hier ooit aan begonnen? Het is volstrekte waanzin. Je bent een beest. Nee,
Je bent stapel op me. Daarom. Als je me een paar dagen niet gezien hebt, dan ben je ziek van verlangen. Hè? Wat een zelfoverschatting. Het is natuurlijk zo. Jij bent fantastisch in bed. Ondanks al die plooien, die krabben. Brand vuur in dat logge lijf. Als ik je op de juiste manier aanpak. Oh, Annette! Dan kun je verrassend lenig en viriel uit de bus komen. Ik zal nooit meer op iemands uiterlijk afgaan. Het bedrijven van de liefde is het enige dat me nog overeind houdt. Hou je mond, Been. Ik verlang actie. Ja. Bezorg me een plezierige middag. Ik zal zien wat ik voor je kan doen. Dag, mevrouw. Ik heb goed nieuws voor u. Ik bied u voor een zacht prijsje onze moderne muziekencyclopedie aan. U komt daarmee in het bezit van een schat aan waardevolle informatie voor het hele gezin. De muziekgeschiedenis door de eeuwen heen. Dank u wel, mevrouw. Mag ik hier op het stoepje sterven van de kou? Je had op je vingers kunnen natellen dat hij het niet lang vol zou houden, kind. Het vriest nota bene. En daarom hebt u maar zo'n encyclopedie van hem gekocht. Dat was stom, ja. Maar ik kon niet anders. Hij heeft het weer voor elkaar gekregen, ons alle Rudolf. U was zijn eerste en zijn laatste klant. Hij heeft zijn eigen record gebroken. Binnen één etmaal heeft hij een baantje aangenomen en er ook weer de brui aan gegeven. 13 dikke delen. Wat moet ik ermee? Ik weet niet meer wat ik met hem aan moet, Annette. Ik mag toch wel Annette zeggen, hè? Binnenkort wordt hij 36 en hij heeft nog niets van zijn leven gemaakt. Is het wel eens bij u opgekomen, mevrouw Been, dat hij gewoon verschrikkelijk lui is? Hij maakt het zich makkelijk. U hebt altijd voor hem klaargestaan. Ik moest wel. Ik was al vroeg weduwe. Maar hij kan... Nog vele jaren, hoor. Wat is er met je, Rudolf? Zeg toch iets. Oh, hemel, laat het niet waar zijn. Hallo? Moeder? Wat heeft dit te betekenen? Wat moeten al die brandende kaarsen hier? Waarom lig je met je schoenen aan op bed? We moeten afscheid nemen. In dit pak... Graag begraafd worden. Mijn testament ligt op het nachtkastje. Nu ben je toch echt te ver gegaan, Rudolf Been. Kom er onmiddellijk uit, hoor je me? Zet die oogkleppen toch af, moeder. Dood gaan we allemaal. Je kan het niet voor je uitschuiven. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Ik kan het niet langer aan. Ik ga kapot. Nou, u doet me pijn, hoor. Mij doet het nog veel meer pijn, maar het moet gebeuren. Ik zet je mijn huis uit. Je komt er niet meer in. Hè? Ik laat vandaag nog een ander slot op de voordeur zetten. Je hebt het helemaal aan jezelf te danken. Vooruit. Ik wou dat u het eindelijk eens begreep. Ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan. Dan komt er tenminste een eind aan mijn lijden. Nou. Dan ga je. En niet tot ziens. Moeder. Moeder. Mijn pillen en mijn poeiers. Ik kan niet zonder. Ik weet dat ik geen gemakkelijke geweest ben. Ik vraag om vergiffenis. Op mijn knieën. Als ik die zou kunnen buigen. En dit kunt u me niet aandoen. Lieve moeder. Moedertje. Nee maar, als dat mijn oude vriend B niet is. Hoe is het ermee, kerel? Goeiedag, meneer de Groot. Nog altijd last van aanbijen en bronchitis.
Galsteen en eczeem, hoornkoorts, steenpuisten, vallen de ziekte. U spot met mij. Allergieën en open benen, geheugenstoornissen en mazelen, malaria, netelroos, PP. Vandaag ben ik 36 geworden. Op mijn 36e verjaardag ging mijn oude heer de pijp uit. Wat wil dat zeggen? Oh. Wat moeten al die brandende kaarsen hier? Waarom lig je met je schoenen aan op bed? We moeten afscheid nemen. In dit pak wil ik graag begraafd worden. Mijn testament ligt op het nachtkastje. Nu ben je toch echt te ver gegaan, Rudolf Been. Kom er onmiddellijk uit, hoor je me? Zet die oogkleppen toch af, moeder. Dood gaan we allemaal. Je kan het niet voor je uitschuiven. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Ik kan het niet langer aan. Ik ga kapot. Nou, u doet me pijn, hoor. Mij doet het nog veel meer pijn, maar het moet gebeuren. Ik zet je mijn huis uit. Je komt er niet meer in. Hè? Ik laat vandaag nog een ander slot op de voordeur zetten. Je hebt het helemaal aan jezelf te danken. Vooruit! Ik wou dat u het eindelijk eens begreep. Ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan. Dan komt er tenminste een eind aan mijn lijden. Vooruit! Nou! Dan ga je! En niet tot ziens! Moeder! Moeder! Mijn pillen en mijn poeiers! Ik kan niet zonder! Ik weet dat ik geen gemakkelijke geweest ben. Ik vraag om vergiffenis. Op mijn knieën. Als ik die zou kunnen buigen. En dit kunt u me niet aandoen. Lieve moeder. Geen moedertje. Nee maar. Als dat mijn oude vriend B niet is. Hoe is het ermee, kerel? Goeiedag, meneer de Groot. Nog altijd last van aanbijen en bronchitis, galstenen en eczeem, hoornkoorts, steenpuisten, vallen de ziekte. U spot met mij. Allergieën en open benen, geheugenstoornissen en mazelen, malaria, netelroos, PP. Vandaag ben ik 36 geworden. Op mijn 36e verjaardag ging mijn oude heer de pijp uit. Wat wil dat zeggen? Oh. Ik lig op het harde asfalt. Geschept door een glanzende begrafenisauto. Een mooier eind had ik me niet kunnen wensen. Snapt u? Pas op voor die fietser! Hester! Ik heb de dood in. En man die voor de muziek zorgt heeft vandaag ontslag genomen. Hij gaat voor een crematorium werken waar ze meer betalen. Waar kan ik u afzetten? Gaat u naar de begraafplaats? Hm? Misschien dat ik zover met u mee mag rijden. Dan kunnen we onderweg nog gezellig wat babbelen. Waarover wou u babbelen? Over muziek. Daar weet ik namelijk alles van. Ik ben precies degene die u nodig hebt. We zijn nogal zeker van onszelf, niet? 12 ambachten en 13 ongelukken. Dat was lange tijd op mij van toepassing. Maar nu niet meer. Ik voel het. Waarheen, waarvoor? Wat? Wie zingt dat, waarheen, waarvoor? Mieke Telkamp. Onze eigen Verelin. Jesus blijft meine Freude. Werd gecomponeerd door... Bach. Johann Sebastian Bach. Kan niet missen. Neemt u me aan? We zullen zien. U zult er geen spijt van krijgen.
daar zit hij. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, ik moest het even met eigen ogen aanschouwen. Wat moet je? Ik ben aan mijn werk. Hoe lang al? 2 maanden of zoiets? Het is niet te geloven. Je hebt het ook wel getroffen. Deze ambiance is geknipt voor jou. Ik ben de discjockey van de doden. Ik draai een laatste verzoek. Een verantwoordelijke baan. Ik ben een ander mens, Jaap. Ik moet toegeven dat je er voor jouw doen fris uitziet. Ben je in het bad geweest? Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb een vast inkomen nu. Ik zorg voor mijn moeder. En ze hoeft niet meer te werken. Maar je woont nog altijd bij haar in? Ah, dat is alleen maar voor de gezelligheid. Ze loopt zich nog altijd haar benen uit haar lijf voor je. Ik wist wel dat ze niet zou doorzetten. En hoe is het met de dame van het maatschappelijk? Uitstekend. Ik ben laatst nog bij haar langs geweest. We moesten nog even wat bijwerken, wat gegevens voor mijn dossier. Ho, noemen jullie dat zo? Weet je, je persoonlijkheid is me een gruwel. Maar tegelijkertijd fascineert het me hoe het je iedere keer weer lukt. Nee. Verdorie, ik deed 2 keer dezelfde zin, dat komt er nou van. Ja. Laat u me niet met rust. Dus neem me enorm op, als u zich opvindt, weet u. Oh mijn god, wat wilt u toch van me, meneer Been? Ik sloop me voor u uit en wat krijg ik op mijn boterham? Een tierende schoenenboer. Gisteren zat hij hier, op dezelfde stoel. Ja, die te groot, dat is een slavendrijver. Alleen de zweep ontbrak nog. Hij heeft me fysiek gebroken. Is u aan te zien, ja. Wanneer... Hebt u zich trouwens voor het laatst verschoond? Als ik vragen mag. Oh, bedankt. Denkt u wel eens aan uw toekomst? Vraagt u zich ooit af wat u later worden wil? Ik heb mijn bestemming nog niet gevonden. Iets in de muziek, dat zou me heel gelukkig maken. Nee zeg, u droomt toch niet nog steeds van een carrière als internationaal beroemd dirigent? Huh? Nee, ik ken mijn beperkingen. Mijn gezondheid zou zoveel eisende functie nooit kunnen verdragen. De grote liefde die ik voor de muziek koester, die moet helaas in andere banen worden geleid. Had u het niet alles bij een muziekbibliotheek geprobeerd? Oh, die episode, dat was een ware uitputtingsslag voor mij, juffrouw Zeeman. Ik moest zware partituren sjouwen. En er werd van me verwacht dat ik onregelmatige diensten... Ja, tijd zit erop, meneer Been. Maar juffrouw Zeeman, wat een koelheid ineens. Ah, we zitten zo knus bij elkaar en ik heb u nog zoveel te vertellen. Ja, het spijt me, maar als ik u uw gang liet gaan, dan zitten we hier over een uur nog. En dan heb ik over ziektes gehoord waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En daar bedank ik voor. Maar u laat me toch niet zonder hoop weggaan? Beloof me nou dat u uw best voor me zal blijven doen. Ik denk aan, mijn geduld is op. We zullen elkaar niet weer zien. Betekent dat we ook niet meer met elkaar naar bed zullen gaan? Dat gaat u alstublieft. Maar het kan toch niet voorgoed voorbij zijn tussen ons? Zeeman, wat ben je toch mooi zonder strenge knoet en dito mantelpak. Waarom heb je die plaat opgezet, Beer? Je bent de liefste maatschappelijke werkster die ik ooit gehad heb. De plaat is zat, maar jij moet natuurlijk weer zoiets uitzoeken. Ben ik je liefste kneusje? Zorg ervoor dat je nooit emotioneel betrokken raakt bij je cliënten. Vertelde ze me op de opleiding. Ik nam ook heilig voor om dat niet te doen. Zeeman. Wat ben je toch mooi zonder strenge knoet en dito mantelpak. Waarom heb je die plaat opgezet, Beer? Je bent de liefste maatschappelijke werkster die ik ooit gehad heb. De plaat is zat, maar jij moet natuurlijk weer zoiets uitzoeken. Ben ik je liefste kneusje?
Zorg ervoor dat je nooit emotioneel betrokken raakt bij je cliënten. Vertelde ze me op de opleiding. Ik nam ook heilig voor om dat niet te doen. Je bent alles voor me. Je helende gaven zijn wonderbaarlijk. Als mijn chef erachter komt, dan kan ik het verder wel vergeten. Dit is de laatste keer dat ik je bij me thuis ontvang. Ik wil geen risico lopen. De muur hebben oren. Sst. Moet je horen. Die muziek. Oh, dat snijdt toch dwars door je ziel. Zo mooi. Als kind was ik vaak ziek thuis van school. Dan lag ik in mijn warme bed. Luisterde naar de koffergrammofoon. Mijn lieve moeder was uit werk. En ik las alleen op de wereld. Kracht en mannelijkheid zijn de eigenschappen die ik in een minnaar zoek, Been. Geen sentimentaliteit. Nee, neem me niet kwalijk. Ja, en veeg geen snot. Mijn lakens af als het even kan. Oei, was jij dat? Waar ben ik hier ooit aan begonnen? Het is volstrekte waanzin. Je bent een beest. Nee, je bent stapel op me. Daarom, als je me een paar dagen niet gezien hebt, dan ben je ziek van verlangen, hè? Wat een zelfoverschatting. Het is natuurlijk zo. Jij bent fantastisch in bed. Ondanks al die plooien, die krabben. Brand vuur in dat logge lijf. Als ik je op de juiste manier aanpak. Oh, Annette! Dan kun je verrassend lenig en viriel uit de bus komen. Ik zal nooit meer op iemands uiterlijk afgaan. Het bedrijven van de liefde is het enige dat me nog overeind houdt. Hou je mond, Been. Ik verlang actie. Ja. Bezorg me een plezierige middag. Ik zal zien wat ik voor je kan doen. Dag, mevrouw. Ik heb goed nieuws voor u. Ik bied u voor een zacht prijsje onze moderne muziekencyclopedie aan. U komt daarmee in het bezit van een schat aan waardevolle informatie voor het hele gezin. De muziekgeschiedenis door de eeuwen heen. Dank u wel, mevrouw. Mag ik hier op het stoepje sterven van de kou? Je had op je vingers kunnen natellen dat hij het niet lang vol zou houden, kind. Het vriest nota bene. En daarom hebt u maar zo'n encyclopedie van hem gekocht. Dat was stom, ja. Maar ik kon niet anders. Hij heeft het weer voor elkaar gekregen, ons alle Rudolf. U was zijn eerste en zijn laatste klant. Hij heeft zijn eigen record gebroken. Binnen één etmaal heeft hij een baantje aangenomen en er ook weer de brui aan gegeven. 13 dikke delen. Wat moet ik ermee? Ik weet niet meer wat ik met hem aan moet, Annette. Ik mag toch wel Annette zeggen, hè? Binnenkort wordt hij 36 en hij heeft nog niets van zijn leven gemaakt. Is het wel eens bij u opgekomen, mevrouw Been, dat hij gewoon verschrikkelijk lui is? Hij maakt het zich makkelijk. U hebt altijd voor hem klaargestaan. Ik moest wel. Ik was al vroeg weduwe. Maar hij kan er toch op zijn minst voor zorgen dat u er nu op uw leeftijd niet meer op uit hoeft om andermans huizen schoon te houden. We hebben het geld anders hard nodig met wat hij allemaal opeet. Zo, roer eens in die soep, kind, wil je? Ik moet zijn kruik vullen. Op deze manier wordt hij nooit zelfstandig. U moet hem loslaten. Laat hem zijn eigen flatje huren. Daar is hij nog niet aan toe. Moeder! Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik heb hoop. Sinds hij jou kent, is hij erg veranderd. Jij hebt een hele goede invloed op hem. Ik merk het aan alles. Hij is niet meer zo lusteloos. En hij verzorgt zichzelf ook veel beter. Beter dan wat? Hij boft maar, hoor, met een vriendin zoals jij. Je hebt gestudeerd. Je hebt een goede baan. Je hoeft niet te kleuren. Ik weet al lang dat jullie iets hebben samen. Ik ben niet van gisteren, maar ik ben er heel blij mee, hoor.
Probeert u me iets te vertellen, mevrouw Beer? Je hebt helemaal gelijk, kind. Het wordt hoog tijd dat een ander mijn taak overneemt. Waarom kijkt u mij zo aan? Ben ik die ander soms? Nee, niet lachen. Bij jou weet ik dat hij in goede handen is. U bent toch serieus ook? Na al die jaren van zwoegen heb ik wel wat rust verdiend. Ik ben op. Wat zeg je ervan? Ziet u mijn lippen? Nooit! Je bent een kap. Wat is er met je, Rudolf? Zeg toch iets. Oh, hemel, laat het niet waar zijn. Hallo, moeder. Wat heeft dit te betekenen? Wat moeten al die brandende kaarsen hier? Waarom lig je met je schoenen aan op bed? We moeten afscheid nemen. In dit pak wil ik graag begraafd worden. Mijn testament ligt op het nachtkastje. Nu ben je toch echt te ver gegaan, Rudolf Been. Kom er onmiddellijk uit, hoor je me? Zet die oogkleppen toch af, moeder. Dood gaan we allemaal. Ik kan het niet voor je uitschuiven. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Ik kan het niet langer aan. Ik ga kapot. Nou, u doet me pijn, hoor. Mij doet het nog veel meer pijn, maar het moet gebeuren. Ik zet je mijn huis uit. Je komt er niet meer in. Hè? Ik laat vandaag nog een ander slot op de voordeur zetten. Je hebt het helemaal aan jezelf te danken. Vooruit! Ik wou dat u het eindelijk eens begreep. Ik vind het helemaal niet erg om dood te gaan. Dan komt er tenminste een eind aan mijn lijden. Nou! Dan ga je! En niet tot ziens! Moeder! Moeder! Mijn pillen en mijn poeiers! Ik kan niet zonder! Ik weet dat ik geen gemakkelijke geweest ben. Ik vraag om vergiffenis. Op mijn knieën. Als ik die zou kunnen buigen. En dit kunt u me niet aandoen. Lieve moeder. Moedertje. Nee maar. Als dat mijn oude vriend B niet is. Hoe is het ermee, kerel? Goeiedag, meneer de Groot. Nog altijd last van aanbijen en bronchitis, galstenen en eczeem, hooikoorts, steenpuisten, vallende ziekte. U spot met mij. Allergieën en open benen, geheugenstoornissen en mazelen, malaria, netelroos, pp. Vandaag ben ik 36 geworden. Op mijn 36e verjaardag ging mijn oude heer de pijp uit. Wat wil dat zeggen? Oh. Ik lig op het harde asfalt.